ben ik niet een echte autokenner, maar ze vertellen me dat dit een golf is. En dat dit een rijdende golf is. En dat dit een lopende golf. We staan hier ook, lopende golven. Ja, en daar gaan we het dit keer over hebben. Kijk, een lopende golf ontstaat bijvoorbeeld in een waterpoel. Als je daar een steen in gooit, dan ontstaat er cirkels en die cirkels breiden zich uit. Er zijn golven in het water en die lopen naar de buitenkant toe. Lopende golf. We bekijken niet in het water, maar in koord. Ja, denk je voor, een koord opgebouwd uit knikkers en al die knikkers zijn verbonden met een touwtje. Als één knikker omhoog gaat, trekt hij de knikker naast zich mee omhoog, maar dat duurt even natuurlijk voordat hij verder gaat, vandaar dus dat er een vertraging is. En we gaan even naar één knikker kijken. Ja, dus die ene knikker, die gaan we bekijken. Wat doet hij? Oké, we laten hem weer verder lopen. En zie je dus dat die ene knikker, die gaat omhoog en naar beneden toe. Het voert een halve trilling uit. Het gaat niet met de golf mee. En zo'n golf is dus in feite een trilling die zich van links naar rechts verplaatst. Maar de trilling zelf, de knikker in het koord, de waterdruppels in het water of de luchtmoleculen, die bewegen in principe niet echt met de golf mee. Koord, water, lucht, dat wordt het medium genoemd van waar de golf zich in beweegt. Nou, die golf die beweegt zich dus, in dit geval gaat hij van links naar rechts. En al die knikkers die bewegen zich dus loodrecht op die bewegingsrichting. Dit soort golven, dat noemen wij transversale golven. Een transversale golf, dan gaat de golf de ene kant op en het trillende deeltje, ja, dan gaat er loodrecht op. Je hebt ook andere soorten golven. Kijk, hier is een stukje lucht. En dat zijn luchtmoleculen. En wat gebeurt, is dat die moleculen gaan bewegen. Ze voeren een trilling uit, ze gaan van links naar rechts. En dan ontstaat er ook een golf, maar een aparte golf. Je ziet dus geen golfberg of golfdal, maar je ziet een verdikking van links naar rechts gaan. Dus het is geen berg, maar een verdikking van moleculen. We gaan dat nog een keer bekijken, maar nu kijken we weer naar één molecuul. Ja, die rode. Nou, daar gaat hij weer. Ja, ze bewegen en komt nu bij rode. Kijk, die rode die gaat eerst naar links, dan naar rechts. Als hij naar rechts gaat, gaat hij met de verdikking mee. Maar die verdikking gaat verder, maar het molecuul blijft min of meer op zijn plaats. Ja, en nu staat hij weer helemaal stil. Je hebt dus nu hier dat de bewegingsrichting van de golf gaat gewoon weer van links naar rechts. En hier staat golfberg, maar eigenlijk is het natuurlijk een verdikking. En het deeltje zelf, ja, dat trilt in dezelfde richting heen en weer. En als die twee dezelfde richtingen hebben, dan wordt het niet een transversale golf genoemd, maar het wordt een longitudinale golf genoemd. Dus transversaal loodrecht, longitudinaal in dezelfde richting als de golf zelf. Weer even terug naar de normale golf, ja, met een golfberg. Zo net ging er een berg van links naar rechts, maar zo'n deeltje kan natuurlijk gewoon doorgaan. Dus het stopt niet na één keer omhoog en naar beneden. Nee, hij blijft doorgaan met een trilling. Kijk hier, dit deeltje, dat gaat trillen omhoog en naar beneden. En als dat zo is, dan ontstaat er zo'n typische golfvorm. Een golfvorm met golfbergen en golfdalen. En voorop is hier nu een berg, omdat de golf begonnen is omhoog te gaan. Voorop, dat noemen we de golfkop. Nou, redelijke naam. En de golf die heeft een bepaalde snelheid van links naar rechts. En de golf heeft snelheid. De deeltjes zelf blijven dus min of meer wel op hun eigen plek. Een belangrijk iets is een afstand bij een golf. Namelijk de afstand van precies één berg en één dal. Zo'n afstand wordt de golflengte genoemd. Golflengte, symbool is de Griekse letter lambda. En die afstand,
Ja, moet natuurlijk in meters, afstand altijd in meters. Maar die afstand kun je zo meten, maar je kunt natuurlijk ook zeggen van, nou weet je wat, deze afstand. Ja, de afstand van een golftop, een bergtop, tot de volgende bergtop, dat is natuurlijk ook gewoon één golflengte. Nou, je hebt de golfsnelheid, een snelheid en afstand. En één golf, hoe lang doet die eigenlijk over één zo'n afstand? Nou, één zo'n afstand, wat gebeurt er dan? Ja, één deeltje is dus dan eerst helemaal naar beneden gegaan en daarna helemaal omhoog gegaan. Dus één trilling. Oftewel, hij doet er één trillings tijd over. Kortom, snelheid weet ik, afstand weet ik en tijd weet ik. Dus snelheid is afstand gedeeld tijd, x gedeeld t. Maar x, de afstand, is één golflengte en t is één trillingstijd. Dus ingevuld krijg je, en misschien wel de meest belangrijke formule bij golven, v is lambda gedeeld door t, of mag ook zijn natuurlijk, v is lambda maal f, want frequentie is gelijk aan 1 gedeeld t. Even benadrukken, de meest belangrijke is v is lambda gedeeld door t of lambda maal f. Onthoud deze formule. Ja, je zult hem vaak tegenkomen met trillingen en golven. Terug naar de golf. Ja, de snelheid van links naar rechts. En we kijken naar één punt. Kijk hier, dat rode puntje. Ja. De vraag is, hoe beweegt dat puntje? Ja, gaat hij omhoog, naar beneden, naar links, naar rechts? Denk eens over na. Hoe beweegt hij? Oké. Nou, allereerst weet je dat bij een golf de deeltjes zelf niet bewegen. Dus naar links of naar rechts, zeker niet. Het gaat of omhoog of omlaag. Nou, wat doet hij? We gaan even kijken wat er gebeurt. Ja, we kijken even een klein stukje verder in de tijd. Dus de golf gaat een klein stukje naar rechts toe. En dan zie je dus dat het ene molecuul, ja, dat is omhoog gegaan. De beweging was omhoog. Hoe kun je dat dan zien? Nou, je kijkt naar links, wat gebeurt er? Ja, je ziet links een berg, dus hij gaat omhoog. Ja, je kunt ook anders, stel je voor dit punt. Ja, hoe beweegt dat punt? Nou, ook hier weer, je kijkt naar het punt, je kijkt wat is er links van het punt. Nee, want wat er links is, dat komt bij het punt terecht, want ja, kijk hier, de golfsnelheid is naar rechts. Dus dit punt gaat naar rechts toe en dan zie je dus van, oh, dan gaat hij naar beneden toe. Dus om te kijken wat gebeurt er, kijk je wat is er links van het punt eigenlijk aan de hand. We kijken weer even naar de golf en dan ook weer specifiek naar die ene knikker, die rode. En rechtsonder zie je de uitwijking van die ene rode knikker. En je ziet dus inderdaad dat de uitwijking van die rode eerst nul blijft. Want ja, het moet even duren voordat de golf bij die ene gekomen is. Daarna gaat hij gewoon weer op en neer. Nu stopt hij eventjes. Het verschil tussen de bovenste en onderste is, daarbij onder is de tijd horizontaal en boven is de afstand horizontaal. Onder gaat het maar over één punt wat je kunt zien bij de uitwijking. En het ene punt is die rode. En daarboven zijn allemaal verschillende punten waar je de afstand van kunt aflezen, maar dat is de afstand op verschillende afstanden. Oftewel, ik heb daarboven een zogenaamd UX-diagram, de stand van het koord, en onder heb ik het UT-diagram. Er is een verband tussen de stand van het koord en het UT-diagram. En je ziet al een beetje van, het lijkt op elkaar. Als je namelijk de bovenste eventjes eruit pakt, ja, dus ik pak dit stukje eruit en ik spiegel het, dus links en rechts wissel ik om, dan zie je dat wat je krijgt, dat past precies op het UT-diagram. Oftewel, de stand van het koord.
Als je dat spiegelt, dan krijg je het UT-diagram. En dat klopt ook, want om te kijken wat er gebeurt met een punt in het UT-diagram, moet je terugkijken. Dus je moet het spiegelen. Goed, golven in water. Golf kan ook in lucht, geluid. Je ziet hier twee weergaven. De onderste is wel een stuk makkelijker te tekenen natuurlijk. Dat doe ik dan ook meestal. Maar eigenlijk is de bovenste beter. Want geluid is een longitudinaal golf. Althans in lucht. En daar kom je het meeste tegen. Geluid ook mooi. Want je kunt minas gebruiken. Om de voorplansnelheden eruit te halen. Ja, in lucht weet je het meteen van. Oh, bij 293 graden. Ja, 20 graden Celsius. Je ziet 343 meter per seconde. Let op, je staat 0,343, maar hierboven staat nog 10 tot de macht 3. Ja, dus dat is eventjes wel belangrijk te weten. In vloeistoffen zie je dat de snelheid veel groter is. En in vaste stoffen is de geluidssnelheid vele malen groter dan in lucht. Ja, ik denk dat het geluid snel gaat, maar dat valt best mee. Trouwens, wat ook een golf is, dat is licht. Ja, licht. Ja, dat ziet zo een beetje eruit. Een zogenaamde elektromagnetische golf komt later nog wel een keertje. En de golflengte is ook aangegeven. Maar wat het eigenlijk is, dat is natuurlijk gewoon dat er energie in een golf wordt getransporteerd. Ja, zowel bij water als bij geluid als bij licht. Er gaat energie van het ene kant naar de andere kant. Er gaat de golf van de ene kant naar de andere kant. Het is een energietransport. En dat hebben we bijvoorbeeld ook bij deze. Kijk, de zon die geeft licht, dus die stuurt een golf naar de aarde toe. En de aarde ontvangt het licht en die krijgt er ook energie van. Maar dan kun je afvragen van waar gaat die golf doorheen? Wat is het medium van golf? Ja, watergolven gaan door water, geluid gaat door lucht, maar licht, mooie tijd om even te stoppen. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.